Hartelijk welkom bij Draad, de politieke talkshow van Lokaal en Arminius. Mijn naam is Chris van der Meulen en ik zal een poging doen om namens u thuis vragen te stellen aan deze prachtige panelleden. Vanavond gaan we een figuurlijke wandeling maken, een avondwandeling langs het thema solidariteit. Dit is het derde deel van het drieluik over solidariteit. Centraal stond telkens in ieder van die edities de vraag: met wie moeten we solidair zijn en waarom? Solidariteit is immers een hoera woord. We krijgen er allemaal een warm gevoel van, maar wat het nou betekent, wat het behelst, ja, dat blijft vaak vaag. Zijn we nou solidair met iedereen omdat ons geloof dat gebiedt? Of uit een soort gevoel van een verzekering? Of vanuit een meer plat begrip van eigenbelang? Zo'n gesprek is nodig omdat er iets aan de hand is met solidariteit. We zien groeiende kloven tussen jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. En de oplossingen die ons gepresenteerd worden, die volstaan eigenlijk niet. Jong is boos op oud. Er zijn overvolle vluchtelingenkampen aan de grens van Europa. En uitkeringsgerechtigden voelen zich vernederd door de hardwerkende Nederlander. Vandaag kijken we naar internationale solidariteit. We maken gebruik van de luxe dat in de organisatie van internationale solidariteit er verschillende motieven naast elkaar bestaan. Dat gaan we hier bespreken met een panel dat daarop is toegesneden. Religieus geïnspireerde solidariteit als verzekering en uit dat eigen belang. En we stellen ons de vragen van hoe belangrijk zijn die motieven, die grondslagen van solidariteit, hoe verhouden ze die motieven zich tot elkaar en ja, kunnen ze naast elkaar bestaan of eten ze elkaar op, duwen ze elkaar weg? En uiteindelijk moet dat allemaal helpen om ons in staat te stellen om solidariteit toe te snijden op de huidige tijdgeest. Immers, wie denkt dat deze avond niet over ons gaat, maar over arme mensen in het buitenland, die heeft het verkeerd. Want grondslagen die we hier bespreken zijn overal van belang. In internationale noodhulp, maar ook aan de formatietafel van Herman Cenk Willink, Kolsingel nummer 40, en aan de eettafel, tenzij u alleen eet. Draad is een politieke talkshow en niets is meer politiek dan het bespreken van hoe we over rechtvaardigheid denken. Deze avondwandeling maken we met een keur aan sprekers en de allerbelangrijkste politici van Rotterdam. Zij vormen vandaag de gidsen. Ik wil eerst aan u voorstellen Kees Zevenbergen, hij is directeur van Cordate. Koen Teulings, voormalig directeur van het CPB en hoogleraar in economie in Utrecht en Cambridge, toch? Cambridge niet meer, nou dat strepen we weg. En Geske Dijkstra, hoogleraar Governance and Global Development aan de Erasmus Universiteit en tot slot Dagmar Oudshoorn. U thuis kunt vragen stellen via de chat. En dan kunt u zich melden bij Lauren Verbrug, journalist met een contract. Zij zal de vragen doorspelen aan mij en een belletje laten rinkelen. Maar ook de sprekers kunnen ingrijpen als het gesprek de bocht uitvliegt. Ik denk dat het voor iedereen het beste is als ik zo min mogelijk praat. Maar we gaan eerst beginnen met een bijdrage van Marcel van der Steen. Maak je even plaats. Marcel van der Steen is oud-correspondent op de Balkan en in het Midden-Oosten. En hij gaat de toon zetten voor vandaag, denk ik. Ja, Marcel. Dat is de bedoeling. Ik wil jullie heel graag meenemen naar de nachttrein van Naarskopje vanuit Belgrado, 2015. Dat was de plek waar ik voor het eerst kennis maakte met grote groepen, vooral toen jonge mannen op weg naar Europa. Niet in de trein waarin ik zat, want die ging de verkeerde kant op, die ging naar het zuiden, maar op de perrons waar we stilstonden toen nog in Macedonië. Als we dan even stilstonden op zo'n perron, zagen we grote groepen mensen in soort van vakken, soms afgetekend op het perron, soms met hekken eromheen, maar ook met gewapende politie of militairen. Het was mei 2015 toen een groeiend aantal Syriërs met bootjes naar Griekenland kwam en vandaar dus via Macedonië, Servië en Hongarije naar West-Europa trok. Het was nog het begin, dus het gebeurde nog redelijk onder de radar. En er waren nog niet echt grote zorgen in Brussel en omstreken.
Maar niet lang erna werd in Belgedo, waar ik toen woonde, steeds zichtbaarder dat er grote groepen Syriërs op pad waren naar de andere kant van Europa. Ze rolden 's ochtends uit de nachttrein, vanuit Skopje, de goede kant op dus, en sliepen en hingen in de parken rondom het station. Ik sprak er toen verschillende jongeren en maakte uiteindelijk voor een programma op Radio 5 een reportage. Dat was de enige aandacht die ik kon krijgen vanuit Nederland op dat moment. Van hulp was nog geen sprake. Geen lokale organisaties met sandwiches en flesjes water. Laat staan UNHCR-tenten met grote lichtblauwe logo's. Het was nog stilte voor de storm. Voor Europa, voor de mensen die vanuit Syrië, maar ook uit Afghanistan en Irak naar het westen trokken. Maar vooral ook voor de landen langs die Balkanroute die nog niet eens wisten dat er vanaf ongeveer augustus 2015 tot aan de Turkije-deal in maart 2016 meer dan 1 miljoen vluchtelingen en migranten door hun achtertuinen of voortuinen zouden trekken. Ikzelf was toen in augustus net begonnen voor de NOS. Ik was de nieuwe correspondent op de Balkan, maar een regio waar de laatste jaren niet zo heel veel nieuws meer vandaan kwam. Dus het zou mij als freelancer niet heel veel verandering brengen. Totdat de regering in Macedonië besloot dat het genoeg was. De grens ging dicht, prikkeldraad werd uitgerold en voor het eerst kwamen mensen vast te zitten aan een Europese grens in Griekenland. Diezelfde dag vloog ik nog naar Skopje. Bij de NOS deden ze gelukkig niet de nachttreinen. En voor het eerst maakte ik kennis met het beeld van honderden en al heel snel duizenden mensen, vluchtelingen die vastliepen. Nog niet het geluid van klapperende tentzeiltjes, nog geen ellenlange rijen voor de dagelijkse warme maaltijd. En zeker nog geen Artsen zonder Grenzen, UNICEF, Save the Children, UNHCR en noem de organisaties maar op. Nog geen zichtbare solidariteit toen. Maar wel een beeld dat ik nooit meer zal vergeten. Een grote boom, in verder een groot kaal landschap, een graslandschap, daar aan de grens, aan de Griekse kant van de grens, waaronder tientallen mensen probeerden te schuilen tegen de regen die met bakken uit de hemel viel. De meesten pasten er niet onder en konden niets anders doen dan in groepjes eigenlijk samen scholen en zich tot op de laatste draad laten natregenen. Van internationale solidariteit was er toen in Idomeni nog geen sprake. Maar dat zou in de komende weken en maanden in dit kamp, want dat werd het, een kamp, en verderop langs de route nogal veranderen. Nu is mij gevraagd om vooral de buikpijn te delen vanavond als inleiding op het debat over internationale solidariteit. Waarin hulp en solidariteit ook vanavond soort van ingedeeld gaat worden naar motivatie, religieus, basis van herkenning, identificatie of vanuit een soort van verzekering of eigenbelang. Ik heb die verschillende vormen denk ik allemaal wel gezien inmiddels op de Balkan en later in het Midden-Oosten. En ik wil een paar voorbeelden schetsen van inderdaad die buikpijn. Plaatsvervangende schaamte, woede soms en situaties die de afgelopen dagen weer een beetje terugkwamen zo in aanloop naar vanavond. Maar ook hartverwarmende solidariteit. Dus laten we nog even blijven in datzelfde Griekse kamp Idomeni. Inmiddels is het uitgegroeid tot een kamp met tienduizenden mensen die vastzitten aan een dichte grens, waar een heel dorp is ontstaan met kleine tentjes, maar ook grote witte tenten die fungeren als slaapzalen, met kachels en dekens en veldbedden in lange rijen naast elkaar. Zichtbare internationale solidariteit in optima forma. Maar wat mij zo verbaasde in die maanden dat ik veel tijd doorbracht in dit kamp en in andere kampen, is de marketing van hulp. Dat solidariteit alleen nog maar leek te bestaan als je er een logo op kan plakken, kan drukken, kan stickeren. De UNHCR-tenten uiteraard, maar ook de grijze dekens met hetzelfde logo. De ontelbare zeilen en stukken plastic die ik nog kende uit Bosnië en later weer tegenkwam in Syrië. Want ook oorlogen hebben logo's. Rugzakjes voor kinderen met een vrolijk en herkenbaar plaatje. Hygiënekits met een afzender. De kachels met een sticker. En uiteraard de medewerkers zelf ook. Allemaal gehuld in diezelfde grauwe vissershesjes met van die handige zakjes en grote logo's op de voor- en achterkant. Dat je niet denkt dat je als hulpverlener er ook nog een beetje sexy uit kunt zien. Maar nee, alles schreeuwt. Kijk, we zijn hier. Wij doen hier goed. U kunt uw solidaire euro's het beste bij ons kwijt. Ons kunt u daarop afrekenen. Tot aan de benches toe, later toen het kamp echt een dorp was geworden. Bankjes hier en daar tussen de tenten waarin de solidariteit zelfs was ingebrand. Zoals je een koebrand merkt. U kunt hier zitten dankzij ons. Waarom hielpen we daar? Omdat er anders kinderen doodgaan, lijkt me. Of was dat eigenlijk van ondergeschikt belang?
Want die gaan nog steeds dood. Nu niet in Idomeni, maar bijvoorbeeld wel in Moria. En ze spoelden ook toen aan. Wat praktisch gezien eenvoudig te voorkomen was en is. Dat is een keuze. Had de hulp en die prachtige solidariteit dan vooral met onszelf te maken? Misschien. Zelf was ik er niet om te helpen, maar als journalist. Maar na maanden van hek naar kamp, naar gesloten grenzen, wilde ik ook graag helpen. Ik deed mijn werk als journalist, wilde laten zien wat er gebeurde, maar ik wilde ook laten zien dat dit vooral mensen zijn die eigenlijk zijn zoals jij en ik, met dezelfde dromen en dezelfde angsten. Solidariteit dus vanuit verbinding, herkenning op basis van identificatie. Datzelfde gold voor de steeds meer neerstrijkende vrijwilligers uit heel Europa. Clowns, acrobaten, die voor de kinderen daar allerlei programma's organiseerden en die kinderen probeerden te vermaken. Maar ik herinner me ook een groep krakers, anarchisten uit Amsterdam, die elke dag het kamp opreden met 1200 liter versgemaakte soep. Het was echt de delicatesse van Idomeni in die tijden en uiteraard helemaal vega. Maar we laten het kamp en de inmiddels 30.000 vastgelopen vluchtelingen en migranten even achter. We gaan verder naar het noorden. De Balkanroute is inmiddels omgebogen. Hongarije heeft de grenzen hermetisch afgesloten en bouwt aan een megahek. Na Servië is nu Kroatië en Slovenië de route om in Oostenrijk, Duitsland en verder te komen. Inmiddels is die route ook na de eerste grote opstoppingen een geoliede machine geworden. Mensen mogen naar registratie Macedonië in, waar ze zo snel mogelijk in bussen worden geladen om weer heel snel gedropt te worden aan de Servische grens. Prachtig staaltje solidariteit, waar je zelf ook vooral beter van wordt. Dobrodošli, veel succes. In Bosnië, wat in theorie ook onderdeel had kunnen worden van die route, van die Balkanroute, zagen mensen gek genoeg met ledenogen aan dat de vluchtelingen hun huis, hun land, voorbij gingen. Terwijl ze, werd er toen daar in de media regelmatig geroepen, ook zo graag eens vluchtelingen wilden helpen. Hulptroepen stonden daar klaar, zoals veel idealistische jongeren met water en brood. Want ze wisten zo goed hoe dat was in Bosnië op de vlucht zijn. Maar het was juist buurland Servië dat de wedstrijd fatsoenlijke opvang wist te winnen. Echt fatsoenlijke opvang in die tijd. Letterlijk heb ik applaudiserende Serviërs langs de route gezien. En rakia voor wie wilde rusten. En eindelijk konden Serviërs laten zien dat zij ook een groot hart hadden. Dat was toen, in 2015, toen de vluchteling nog sexy en glimlachend door je voortuin ging en je applaus ook nog wereldwijd werd uitgezonden. Al snel, toen het nieuwe eraf was, gingen steeds meer hekken dicht, vertrokken de camera's en was de vluchteling een stuk minder welkom. En het wrange is dat Bosnië, juist nadat die migratiestroom niet meer het nieuws haalde, de route alsnog omboog. Honderden, voornamelijk op dit moment Afghanen, maar bijvoorbeeld ook Bangladeshi, Pakistani en andere mensen op drift, verblijven er nu, op dit moment, in mensonterende omstandigheden aan de grens met Kroatië, aan de grens met de EU, waar bijna elke nacht de game wordt gespeeld. Een manier om de harde werkelijkheid van de agressieve Kroatische EU-politie tot een fictief spel te maken. De Bosniërs hebben ondertussen helemaal geen zin meer in die solidariteit. Ook al is er die herkenning en ook al is er misschien wel de overtuiging dat het ook hen weer zou kunnen overkomen. Veel Syriërs hebben de oversteek naar Europa nooit kunnen maken. Die ontmoette ik later toen ik in 2017 naar Libanon verhuisde. Het land dat nu op dit moment op instorten staat, elke dag wankelt en nog steeds 1,5 miljoen Syriërs huisvest. Hoewel huisvest misschien een wat groot woord is. Het grootste deel woont al jaren in tenten in de BK-vallei, waar ze worden uitgemolken door landeigenaren die hoge huren vragen voor de grond waar hun tent op staat en ze op het land aan het werk zetten tegen nogal lage lonen, ook kinderen. Want Libanon vangt officieel geen vluchtelingen op, er zijn geen AZC's, er zijn geen georganiseerde kampen door bijvoorbeeld de UNHCR. Maar toch ook daar waren Syriërs in eerste instantie heel erg welkom uit solidariteit met de buren in oorlog. Want Libanezen weten ook zo goed wat dat is. Maar inmiddels krijgen ook Syriërs in Libanon vaak overal de schuld van. Ellende dus ook daar. Maar het mooie is dat wij die uitbuiting daar, hier, opvang in de regio kunnen noemen. Internationale solidariteit als een latrelatie. Eentje die je maar beter in stand houdt, want voor je dat je het weet, woon je samen. En dan heb ik nog niet over eigenbelang, van hulp dichter bij huis, voor hen daar.
Ik wil een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld in Jarmouk, ten zuiden van Damascus, wijk waar voornamelijk Palestijnen woonden. Ik bracht daar wat tijd door met het Syrische leger aan de frontlinie met IS. En ik ontmoette daar een Palestijnse winkelier die het portret van Arafat had ingeruild voor het portret van de grote president Assad. Want ook al was de hele wijk aan God gebombardeerd, hij had een nieuwe leider en die leek solidair met hem te zijn, in ieder geval op dat moment. Of terug in Libanon, waar Hezbollah vooral solidair is met de Sjiïtische achterban, waar ze vorige week een eigen supermarkt hebben geopend, waar je alleen maar met een pasje van de in westerse ogen terroristische organisatie goedkoop kan inkopen. Of de Amerikaanse baptisten, echtpaar dat ik in mijn Arabische klasje in Beirut ontmoette. Ze kwamen eindelijk de waarheid vertellen. Of dat Nederlandse zendelingen echtpaar in Libanon, waarvan ik bij mijn ouders wel eens lees als er een blaadje van de Gereformeerde Zendingsbond rondslingert, dat lezen mijn ouders, dan heb ik datzelfde gevoel en herkenning. En mooi is het dan misschien wel dat Hezbollah tegenwoordig wasmiddel uit Iran verkoopt met het merk van het merk Barf. Goed, laten we even teruggaan naar die boom aan de Griekse grens. Want volledig zelf doorweekt zit ik weer eventjes in mijn huurauto met de kachel aan en tuur ik door de ruitenwissers die als een malle tekeer gaan naar dat tafereel. Mensen op de vlucht voor een oorlog, gestrand aan de rand van Europa, met alleen een boom die wat beschutting biedt voor een handjevol. En er borrelde die avond een woede in mij op die 6 jaar later nog steeds niet is gaan liggen. Dus wat doen we? Past solidariteit ons nog of is dat een begrip van vroeger? En waarom doen we dat eigenlijk? Waar komt die solidariteit vandaan? Wat motiveert ons om te geven om die vreemde of hier vanavond in de kerk de verre naaste? Zetten we er een paar bomen bij of hakken we deze beter ook maar om? Kunnen we lekker de barbecue mee aanmaken? Syrische worstjes erop, tabuleetje erbij, hummus, super lekker. Dankjewel Marcel. Wat een woest verhaal. Bijna een beetje respectloos om te vertragen weer. Maar we gaan het toch doen. Misschien dat je later nog wat observaties kan brengen. Nog iets banaler maak ik het. Ik was nog even vergeten te vermelden dat we nog politici hier op de politiebank hebben, virtueel. Die zijn nu niet paraat, die zijn gewoon aan het kijken, neem ik aan. Maar Tjalling Vonk van ChristenUnie SGP is er. Kijk, daar zijn ze. Aart Zevenbergen van de SP. Aart van Zevenbergen van de SP. En René Segers-Hogendoorn van het CDA. Welkom. Jullie letten goed op en als er iets ontspoort, dan laten jullie het weten. En we komen sowieso over een tijdje eventjes bij jullie terug. Dan was ik nog vergeten te vertellen, Dagmar, dat je directeur bent van Amnesty International. Klopt. Ja, je bent ook nog deelraadsvoorzitter geweest hier in Feyenoord, maar nu ben je hier als directeur van Amnesty International. Goed, dan ga ik naar jou, Kees Zevenbergen. Hoe gaat het met je? Goed, heerlijk om weer eens onder de mensen te zijn. Nou, ja? Zit je veel achter het beeldscherm? Ik zit er net als iedereen, nu ook het publiek, heel veel achter mijn beeldscherm, veel achter teams. Razend efficiënt, dodelijk vermoeiend. Dus heerlijk om weer eens mensen in levende lijven te ontmoeten. Ja, nou, fijn dat je druk bent. Ja. Dit is naar verluid niet meer de tijd van grote verhalen. De tijd van grote verhalen ligt achter ons. Maar je bent directeur van Cordate en jullie zitten nog op een groot verhaal, begrijp ik. Ja. Even om aansluiting te vinden bij meteen het verhaal van Marcel. In 2015, de vluchtelingendrama's rond de Griekse eilanden. Ik maak even 100 jaar een stap terug, 1914, begin van de Eerste Wereldoorlog. Ik weet niet of mensen het nog weten, maar toen kwamen hier in Nederland meer dan 1 miljoen Belgische vluchtelingen. Ja, hier in Rotterdam ook veel. Ja. In het hele zuidelijke, Rotterdam, Limburg, Brabant, in dat hele wat toen nog echt katholieke deel van Nederland was. En de burgerij zag dat en vond dat er iets moet gebeuren. Je kunt toch niet mensen in nood 1 miljoen in Nederland aan hun lot overlaten. Dus die hebben zich georganiseerd in allerlei bewegingen. En uiteindelijk is dat mensen in nood geworden. Er is voor die 1,1 miljoen mensen in Nederland
onderdak gevonden, matrassen geregeld, lakens geregeld, kussens, eten en drinken, scholing, gezondheidszorg voor bevallende vrouwen. Nou, vanuit dat, die beweging, heb geïnspireerd, in geval van nood moet je iets doen. Je kunt niet mensen aan hun lot overlaten. Toen konden we dat, ik denk overigens dat we het nu nog steeds kunnen. Geïnspireerd vanuit die katholieke traditie van als mensen nodig en je hulp nodig hebben, dan ga je helpen. Coördinate is, nou, heeft katholieke wortels? Dat mensen in nood, die burgerbeweging die toen is ontstaan, geïnspireerd vanuit die katholiek sociale leer, is mensen in nood is een van de onderdelen die nu bij Coördinate hoort. Ja. Tweede onderdeel was, in die tijd stuurden wij honderden nonnen uit en priesters uit over heel de wereld. Die gingen brieven terugschrijven naar hun ooms en tantes en hun broers en zus hier in Nederland. Het gaat niet goed in die gebieden waarin wij zitten. Kijk eens wat een gezondheidsproblematiek. Dus ons ontweer een nieuwe burgerbeweging. Ook weer geïnspireerd vanuit diezelfde medemenselijkheid, compassie, solidariteit. Die zijn geld gaan inzamelen om te sturen naar die pastoren en die zusters over zee. En daaruit is Memisa ontstaan. Hè? Een grote Nederlandse burgerbeweging. Nou, vanuit een paar van die op katholieke gronden geïnspireerde burgerbewegingen is Coördinate ontstaan. En bij ons in huis nu, het zijn niet alleen maar katholieken, er werken ook protestanten en remonstranten en hervormden, gereformeerden, moslims, agnosten. Diezelfde drijfveer nog steeds is bij ons de bron van waaruit wij ons werk doen nu. Niet meer in Brabant en Limburg, nee, maar in de meest ingewikkelde, rottigste gebieden in de wereld. Zuid-Soedan, de Congo, de Kar. Maar de mensen die bij Coördinate werken, zijn die ook, hebben die katholieke wortel lang gevraagd? Lang niet meer allemaal. Je kunt dit werk pas goed doen als je goed bent in je werk. En dan moet je ook echt eens gewoon, in die zin is het een professionele organisatie. Dus we zoeken mensen uit op hun vakdeskundigheid. We vragen ze wel of ze een zich thuis voelen. Affiniteit. Affiniteit hebben, dat is het mooie woord. Maar de tijd dat er per se een katholieke directeur moest zitten, is voorbij ondertussen. Ja. En ik ben overigens van protestantse huizen directeur van het katholieke college. Ja. Ondertussen overigens zijn wij samengegaan met ICO. ICO. Eenzelfde soort van organisatie die vanuit het protestantse drijfveer is opgericht. En wij zijn nu een waardegedreven, op christelijke identiteit geïnspireerde organisatie. Daar wilde ik naartoe. In welke zin is die inspiratiebron nu van belang? Wat voor vertaling hebben die nodig? Wat gebeurt er? Wat is er belangrijk voor Coördinate en ICO vanuit die confessionele achtergrond? Dus de vertaling van die confessionele achtergrond is in begrippen als solidariteit, compassie, medemenselijkheid. In het licht van onrecht kun je toekijken of je kunt iets gaan doen. Wij vinden dat je dan iets moet gaan doen. Dus dit vertaalt zich in de keuze die je maakt om in de rottigste landen van de wereld voor mensen die in nood verkeren of die met onrecht geconfronteerd worden, om daarmee op te gaan trekken, om daar waarde te genereren, om hen te helpen zichzelf uit de misère te werken. En, dus het is een bron van motivatie. Stel, je gaat naar Zuid-Amerika, daar zijn problemen genoeg. Betekent die religieuze achtergrond, betekent dat wat ook in het buitenland? Jazeker, we zijn natuurlijk in Nederland, in West-Europa in zijn algemeenheid, steeds meer een geseculariseerde maatschappij geworden. We werken overigens niet meer in Latijns-Amerika, maar heel veel in Afrika. En daar heb je natuurlijk nog gebieden als in de Congo en in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waarin het katholicisme of het protestantisme een hele belangrijke uitingsvorm is. Dus we werken heel veel in de gezondheidszorg met ziekenhuizen die geleid worden door de katholieke kerk. Of met gezondheidscentra die geleid worden vanuit de islamgemeenschap. En is, dus in die zin is dan dat die religieuze achtergrond, is dat dan een toegangskaartje of geeft dat legitimiteit? Ja, je praat dezelfde taal. Je werkt vanuit dezelfde waardenbronnen. Dat geeft een gevoel van, we kennen elkaar. Dus het geeft een toegang. Bovendien, er zitten natuurlijk, wij zijn lid van de Caritas Internationalis familie. Daarmee, op het moment dat er ergens een noodsituatie in de wereld ontstaat, gaan wij in ons netwerk, pakken we de telefoon en dan kunt u mij het telefoonnummer geven van de priester op die heuvel. Dus dat geeft je ook nog directe toegang. Ja. Het feit dat je dan vanuit diezelfde familie je georganiseerd bent, geeft je ook toegang tot de meest onmogelijke plekken in de wereld. Ja.
Dat snap ik heel goed. En is het ook zo in het verleden dat er misschien dat solidariteit gepaard ging met voorwaarden? Of met bijvoorbeeld een religieuze boodschap? Of... Nee. Hè, dus wij zijn niet van de zending. Nooit we zijn geweest? Ook niet, nooit geweest. We zijn, hè, vanuit die solidariteit werk je samen met lokale partijen, met mensen in nood of mensen die met onrecht geconfronteerd worden. Ja. Dat doen we los van of nou iemand protestant of katholiek of moslim is of niet gelooft. Hè. Dus in die zin is het, we hebben ook geen enkele missionaire rol te spelen. Nee. Dus het is onconditioneel gebaseerd op de waarden die voortkomen uit die inspiratiebron. Ja. Marcel van der Steen die vertelde net iets over logo's en wapperende tentzeiltjes en stickers. Is dat ook iets wat je herkent? Dat is helaas het geval. Ook onze mensen hebben af en toe van die jasjes aan met zakken erin, waarvan je denkt, jongens, waar hebben ze wat? En er staat ook wel eens het Corate logo achterop. Ja. Dat is de prijs van de manier waarop we deze sector georganiseerd hebben. Zonder geld kun je geen ondersteuning geven of geen hulp of geen bijdrage leveren. Ja. En om dat geld te kunnen mobiliseren, moet je herkenbaar zijn. Dat is de triestheid van de manier waarop we ons werk georganiseerd hebben. Maar dat soort pragmatisme, dat zit niet in de weg. Zijn er wel andere dilemma's die je hebt in je werk voor Coordate? Om een paar grote te noemen. Ja. COVID. Er moeten vaccins geleverd worden. Ja, bekend verhaal. Vandaag in NRC. Wij, de westerse wereld, doet zijn uiterste best om al die vaccins maximaal naar hun eigen bevolking terug te krijgen. Terwijl er een groot tekort aan vaccins bestaat in heel veel lage inkomenslanden. Dat wordt recentelijk door de directeur van de Wereldgezondheidszorg als een van de grootste morele drama's van deze tijd genoemd. Het feit dat wij ze allemaal naar ons toe trekken. Gelukkig hebben we COVAX, een internationale structuur in de wereld bij elkaar komt om geld te werven, om vaccins ter beschikking te stellen aan Afrikaanse landen. Dus die vaccins, langzaam maar zeker gaan die binnendruppelen, maar het vereist een enorme inspanning zo dadelijk om die vaccins, als ze eenmaal in Kinshasa zijn aangekomen, tot in de binnenlanden van de Congo te krijgen. Dus de internationale gemeenschap, waaronder Coordate, is zich nu aan het organiseren om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van die vaccins naar Kisangani in de Rimbu. Er is ontzettend veel geld voor nodig. Nou gaan we met de samenwerkende hulporganisatie zijn we bezig om een grote nationale fondsenwervingsactie te gaan plegen. En nou is het grote dilemma waarmee we nu zitten. Ga je aan de burgerij in Nederland geld vragen met alleen het solidariteitsargument? Of gaan we ook in het gesprek inbrengen, jongens, wij zijn pas veilig hier als mensen daar zijn ingeënt. Ga je dat nou doen? Of vervuil je daarmee de oorspronkelijke solidariteitsgedachte? Ja, dus het verschil tussen slim, verstandig, efficiënt en wat je eigenlijk vanuit die waarde vanuit Coordate wil bewerkstelligen. Het dilemma is namelijk, als je nu een claim gaat leggen op de goedgevigheid van de Nederlandse burgerij, verwijzen naar ons eigen belang. Als je eenmaal die brug oversteekt, dan wordt het de volgende keer, als er niet direct een eigen belang is, veel moeilijker om diezelfde solidariteitsclaim weer te leggen. Je vervuilt hem. Ja, dus nou, dat is je verliest je legitimiteit. En je denkt dat als je nu begint met, zeg maar, het is in je eigen belang. Als we corona nu niet in Afrika bestrijden, gaat het daar muteren en komt het terug. Ja. Maar denk eraan, het is ook heel goed om het te doen. Ja. Dus, wat onthouden mensen dan? Ja, dat kan ik niet goed beoordelen, maar het is voor ons wel een dilemma. Ga je nou een beroep doen op de medemenselijkheid? Het kan toch niet zo zijn dat mensen daar geen toegang krijgen tot vaccins, omdat wij ze allemaal gekocht hebben? Of ga je een wat mij betreft, vuil argument in de strijd gooien? Van jongens, wij kunnen pas weer naar Bali op vakantie als alle Balinezen ook zijn ingeënt. Dus het is in ons belang om mensen daarin te enten. Ik zet het even neer. Dus eigen belang is vuil. Er zit een vervuiling in. Nee, een vervuiling. Het staat nu zwart-wit. Ja. Nou ja, het is dat is goed. Dus, maar ik vind, er zit een vervuiling in het gebruik van het argument. Ja. Dat is één dilemma. Ja, Geske Dijkstra. Ja, is er iets mis met in een campagne twee motieven naar voren brengen? Zou dat niet kunnen? Het kan wel, maar je steekt een grens over. Je gaat claimen, jongens,
ondersteuning, solidariteit is goed, want het is goed voor onszelf. En als je eenmaal die grens oversteekt, is het heel lastig om weer terug te gaan. Nou, dat is een van die dilemma's waar we nu mee zitten. Ja. Een heel ander dilemma. De kernvraag is het, inderdaad, voor vanavond. Kunnen die verschillende argumenten naast elkaar bestaan? Dus ik denk dat we daarmee ook de oversteek kunnen maken naar Koen Teulings. Fijn dat je er bent. Eigenzinnig denker en lang al beschouwer van geopolitieke bewegingen, politiek en vooral economie. En ja, we kunnen helaas geen zedenpreek vragen. Je kunt wel vragen, maar dat is niet het eerste waarbij je aan denkt bij Koen Teulings. Dus crisissen vaak gezien als leuk studieobject om te kijken wat er gebeurt met georganiseerde solidariteit. Je hebt een belangrijk stuk geschreven over de toekomst van Europa en hoe dan de verschillende motieven voor internationale solidariteit binnen Europa vormgegeven zou moeten. Zou je erover kunnen uitweiden? Van, hoe sta je hierin? Hoe luister je naar het verhaal van Kees? De dilemma's die Kees net schetst, die zie je in Europa heel sterk terug. Wij hebben in Nederland het heel mooi voor elkaar. Laten we wel wezen, Nederland is een van de mooiste landen van de wereld. Op alle rankings zijn we met Denemarken, Zweden, Finland, IJsland, Noorwegen, zijn wij de gelukkigste, rijkste en ook redelijk gelijke landen ter wereld. En hoe doen we dat? Nou, dus bijvoorbeeld door een goed georganiseerde gezondheidszorg, die toch eigenlijk voor een groot deel collectief georganiseerd is. We doen dat door een heel groot systeem van sociale zekerheid, waarbij je verzekerd bent, meer of minder, tegen werkloosheid, tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij er bijstand bestaat. En dat kost geld. Daar betalen we heel veel belasting voor. En dus willen we dat geven aan, willen we zorgen dat het geld niet, het moet niet naar Bulgaren gaan, zoals bij de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire begon omdat we geen kinderopvangtoeslagen naar Bulgarije wilden. Die moesten strikt voor Nederland zijn. Daar zie je dat we dus solidariteit gedefinieerd hebben in eigen kring. En daar hebben we de mond over vol. En steeds meer zetten we ook een grens bij Nederland. We zullen niet solidair zijn. Solidariteit bestaat niet zonder grens. Er moet een groep gedefinieerd zijn. Ja, er is altijd een groep gedefinieerd met wie je solidair bent. Dat is het dilemma wat Kees ongetwijfeld over iedere dag tegenkomt. Heel even kort dan terug naar Kees. Waar eindigt die groep? Atmosfeer? Bij hem eindigt die ergens anders dan bij Nederland. Wat jij net al zei, uiteindelijk, en dat is natuurlijk diep christelijk, zijn wij allemaal mensen, allemaal gelijk. En verdienen allemaal onze onderlinge solidariteit. Dus die is grenzeloos. Die is per definitie grenzeloos. Dampkring. Ja, sorry, ga verder. Dat is uiteindelijk. 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 Let op het woordje uiteindelijk. Ja. En je ziet natuurlijk bijvoorbeeld nu de afgelopen jaren, eigenlijk met corona, toen we over de coronasteunpakketten in Europa gingen praten. Ik was directeur van het Centraal Planbureau tijdens de grote financiële crisis. Toen was solidariteit binnen Europa was een vies woord. Toen zei Jeroen Dijsselbloem, die Grieken die daar op het strand liggen en drinken en met lekkere vrouwen en dat soort dingen, daar willen wij, dat moeten ze zelf maar doen. En toen hebben we alle Europese solidariteit heel ver van ons afgeduwd. En nu zie je dat we daar al veel meer voor openstaan. Is wat we beschouwen als onze kring is plotseling groter geworden. Is makkelijker voor heel Europa geldt dat. Dat heeft ook met iets met volwassen worden van Europa te maken, maar roept ook heel veel, ik zou het bijna zeggen, agressie op. Die stomme Rutte, hij moet gewoon voor onze belangen opkomen. Als je op Twitter gaat kijken, zie je dat soort dingen veel. Dus er zit heel erg die spanning van hoe geleidelijk aan die solidariteit breder opgerekt wordt. En ik denk, dat vind ik het fascinerende aan Europa. We hebben in de wereld allemaal instituties die als het ware over landsgrenzen gaan. Waar er dus niet een premier is of een president of een koning die zegt, en ja, sorry, dit moeten we helemaal, u woont in Nederland, u moet hier Nederlandse belasting betalen. Maar waar je in dat met elkaar overeenkomt in een of ander diffuus onderhandelingsspel. Nou, dat zie je bijvoorbeeld binnen de NAVO of binnen de Verenigde Naties of binnen de Wereldhandelsorganisatie. En Europa is daar echt een ultiem voorbeeld van, waarin we met heel veel vallen en opstaan, toch geleidelijk aan leren dat we met elkaar rekening moeten houden. En dus toen moeten houden of in ons eigen belang is om rekening te houden met anderen? Nou, wat we ons eigen belang vinden, dat weten we niet helemaal goed. Moet je denken aan Rutte die bij de Europese Raad komt en duidelijk niet wil dat we al te veel solidariteit gaan doen.
En dus daar Schubert gaat zitten lezen. Maar als een duidelijk zeker, ik doe even zo. Ja, dat is één manier om dat te doen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, want ja, al te goed is buurmansgek. Dus daar zit een spanning. Maar geleidelijk aan zie je dat we in Europa meer met elkaar gaan delen. En dat is een combinatie. Nou, ik denk eigenlijk dat het in Europa vooral eigen belang is. Wij hebben er groot belang bij om dat te doen, als Nederland. Eigen belang als verzekering? Of hoe direct is het? Want ik kan me voorstellen, internationale solidariteit is eigenlijk de eerste keer dat als term werd gebruikt. Solidariteit begon als term in rond 1935. En dat ging over internationale solidariteit. Maar dat ging vanuit een lotsverbondenheid. En nou ja, dat ging, was ook meer een. Nou, in de jaren 30 hebben we natuurlijk ook de eerste dingen van invaliditeitskassen gezien. En vormen van werkloosheidsverzekeringen. He, dus bedrijfsongevallen waarbij een familie plotseling van de kostwinner beroofd werd. Een gezin van de kostwinner beroofd, die kwam om bij een ongeluk, kwam toen veel voor. En waar dus onderlinge verzekeringen ontstonden. Dat was een vorm van solidariteit. Nou, wij staan samen voor de mensen van wie de kostwinner, weet ik wat, tussen de wielen is geraakt letterlijk. Waarschijnlijk in sommige gevallen, als het over spoorwegarbeiders ging. Maar dat was natuurlijk ook eigenbelang, want het zou ook zomaar jouw eigen kostwinner kunnen zijn. Jouw eigen man was het in die tijd. Dus ik denk dat in dit geval, er is altijd een subtiel spel tussen eigenbelang en echt gevoel van solidariteit. En bedoel, het wordt natuurlijk, het gaat pas, als we iedere keer de kostencalculatie zitten maken, dat is jouw dilemma. Als we iedere keer zitten te tellen, ja, maar ik wil niet dat Italië meer krijgt dan wij. Als iedereen voortdurend zo zit te tellen, dan wordt het met die solidariteit nooit wat. Dus je moet ergens een brug over. En ultiem, dat zie je in zekere zin bij de Nederlandse ziekteorganisatie, de gezondheidszorg. Die is eigenlijk redelijk goedkoop vergeleken met wat die in andere landen is. Ga naar Amerika kijken, is die twee keer zo duur. En krijgen slechtere zorg. Tenminste, de meeste mensen in Amerika krijgen veel slechtere zorg. Dus als je dat goed georganiseerd hebt, en we houden op met iedere keer proberen te kijken of ik nou netto betaler ben of netto ontvanger, dan op een gegeven moment heb je er baat bij. Ja. Dus daar moet je die brug over. Maar dus voor Europa heb je eigenlijk bepleit van, we moeten een systeem hebben met instituties waardoor we brandjes, hè, financiële crisis, eurocrisis, kunnen bestrijden eigenlijk, vanuit een verzekeringsgedachte. Ja. En het eigen belang daarin zou geen kwaad kunnen. Het kan naast elkaar bestaan. Is dat wat je gelooft? Want dan, ik moet iets opschrijven onder eigen belang is vuil. Eigen belang is dus niet vuil. Ik denk ook gewoon, als je gewoon in het politieke klimaat nu gaat kijken, dan zie je een beweging van, laat maar zeggen, de PvdA, de oude partij van de solidariteit. En daar was internationale solidariteit en solidariteit binnen het eigen land waren nog, als het ware, alsof er geen probleem was. Mm-hmm. Je ziet dat het langzaam verpulverd is, de PVV. Veel mensen die vroeger PvdA stemmen, stemmen nu PVV. En die alleen maar solidariteit in eigen land. Ze noemen dat geen solidariteit, maar dat bedoelen ze eigenlijk wel. Nou, gezondheidszorg moet voor alle Nederlanders goed toegankelijk zijn. Ja. Maar niet voor die buitenlanders. Nee, precies. Dus nu, daar zie je nu ook, hè, we zien nu allerlei soorten crisissen achter elkaar. Misschien kunnen we al die crisissen gewoon solidariteitscrisissen noemen. Tegelijkertijd, je ziet aan de ene kant zie je tijdens die crisis een populistisch antwoord erop. En de andere kant zie je een opkomst van kapitalismekritiek zie je opkomen. Met de omkomst van Trump of populistische stromingen. Is dat nou, wat betekent dat nou voor het solidariteitsdenken of het realismegehalte van hoe wij internationale solidariteit zullen of kunnen organiseren? Dat is een hele belangrijke vraag. Laat ik gewoon de afgelopen 40 jaar nemen, vanaf 1980. Sinds die periode is er in de wereld een enorme revolutie geweest. Meerdere revoluties, maar in mijn ogen is misschien wel verreweg de belangrijkste revolutie Deng Xiaoping. Die in China zegt, het kan niet schelen hoe een kat heet, maar hij moet wel muizen vangen. En dat, toen hebben ze daar China opengesteld voor de wereldmarkt, met een verbijsterend resultaat.
China was een van de armste landen van de wereld. En China is nu, dat zijn 1,5 miljard mensen, dat is zeg maar 20% van de wereldbevolking, is een gigantische hoeveelheid mensen, is nu een redelijk middenklasse land. In India is eigenlijk iets soortgelijks gebeurd. De grootste verandering in de inkomensverdeling in de wereld, dat willen we niet weten, maar dat is zo, is dat China en India, alles bij elkaar 2 tot 3 miljard mensen, gewoon van bittere armoede zijn opgeklommen naar redelijke middenklassers. En dat wil zeggen dat een markt een succes voor een beetje markt kan geen kwaad. Een beetje markt. Dus als ik denk, het kapitalisme is helemaal verkeerd, dan denk ik, ga maar door met het vertellen, maar ik hoop niet dat je gelijk krijgt. Hmm. Als ik denk aan eigen volk eerst, alleen maar eigen volk eerst, dat is heel simpel. Als alle wereldleiders allemaal voortdurend zeggen, alleen maar eigen volk eerst, dat is de weg naar de grootst mogelijke ellende. Dat kun je gewoon uittellen. Want er is voor iedere, er is altijd maar, als het gaat om wie er eerst is, dan kan altijd maar één volk het eerste zijn. En dat leidt dus tot moord en doodslag. En eigenlijk is dat precies wat je in de jaren 30 gezien hebt. Toen zag het extreemst in Duitsland. Aan de ene kant de Duitse Communistische Partij, die geïnspireerd door wat er in Rusland gebeurd was, daar het kapitalisme aan de kant wilde schuiven. En de NSDAP, de Nationaal Socialisten, die Hitler, die Duitsland eerst in de hele wereld wilde hebben. En je weet nou dat met die anticapitalistische beweging is om allerlei andere redenen niet goed afgelopen. Ja, als een land zegt wij willen de eerste zijn en alle andere landen aan ons ondergeschikt, dan roep je over je af dat iedereen boos op je wordt. America first is natuurlijk een variant daarop. Ja. En nou ja, bedoel, je ziet Boris Johnson, je kunt wel samen zeggen, Boris Johnson kan wel gefeliciteerd worden door Trump. Fijn dat je gewonnen hebt, want we staan voor hetzelfde, ons eigen land eerst. Maar pijnlijk is dat als Trump zegt eigen land eerst, dan bedoelt hij Amerika. En als Boris Johnson zegt Engeland eerst, dan bedoelt hij Engeland. En dat liep prompt hartstikke verkeerd. Dus ik ben voor het redelijk compromis. Je een beetje maar compromis. Ik schrijf dat even op. Want ik denk dat daarnaast je zit iemand die heeft daar, die heeft gezien eigenlijk, is beschouwer van internationale solidariteit, de governance daarvan eigenlijk in de afgelopen decennia eigenlijk. Geske Dijkstra. Ook aan jou zullen we geen zedenpreek vragen, maar ik vroeg me af, volgens mij had Nederland een vrij goede reputatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Klopt dat? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is zeker zo. Dus in ieder geval tot een jaar of 10 geleden, toen is het echt veranderd. Tot een jaar of 10 geleden was Nederland een van de weinige landen in de wereld dat voldeed aan de norm van de Verenigde Naties om 0,7% van het nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te geven. Zat daar zelfs boven, zat op 0,8. We zitten nu onder die 0,7, een beetje, want het is gewoon losgelaten. Maar ook was Nederland meestal een van de meer progressieve donorlanden. Die echt, waar het uitgangspunt voor ontwikkelingssamenwerking was altijd, wat is nou het beste voor die landen zelf? En dat is ook heel erg veranderd. Sinds ongeveer 2011 is het motto, is er een minister voor handel en ontwikkelingssamenwerking. En is het motto geworden, doe waar we goed in zijn. Dus de keuze van landen en sectoren wordt bepaald door de speerpunten van Nederland. Dus bijvoorbeeld water. Nou, ook nog wel gelukkig seksuele en reproductieve rechten. Dat zit er dan ook nog wel bij. Maar vooral dingen waar Nederland, waar het Nederlandse bedrijfsleven ook aan kan verdienen. Ook landbouw, ja. Maar die twee werden dus samengevoegd. Maar de doelstelling van ontwikkelingssamenwerking, is die hetzelfde gebleven? Of is die? Ik denk uiteindelijk misschien formeel wel. Maar in de praktijk denk ik niet. Want als je nu handel en ontwikkelingssamenwerking gaat combineren, by the way, tussen haakjes, handel betekent altijd exporten van Nederland. Het zou ook wat anders kunnen betekenen natuurlijk. Het zou ook exporten van ontwikkelingsland, maar meestal betekent het exporten van Nederland. Dus het gaat heel erg om wat ze dan noemen een gelijk speelveld creëren. Nou, en dan ben ik het misschien niet helemaal met Koen Teulings eens. Ik ben wat betreft de rol van de markt, want
Natuurlijk, in China hebben ze meer markt toegelaten en dat heeft tot die groei geleid, intern. Maar zowel India als China hebben heel lang, en voor een deel nog steeds, hun markten beschermd voor producten van buiten. En wat Nederland probeert te doen met handel en ontwikkelingssamenwerking combineren, is wat ze dan gelijk speelveld noemen. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven minstens zoveel toegang krijgen tot die markten in ontwikkelingslanden als andersom. En wat je dan krijgt, is dat die landen niet de kans krijgen om bijvoorbeeld wel hun binnenlandse markt nog af te schermen. Om bijvoorbeeld wel, als de overheid een aanbesteding doet, de markt af te schermen, zodat alleen de binnenlandse bedrijven daarop kunnen intekenen. Maar de doelstelling van ontwikkelingssamenwerking moet toch zijn dat in ieder geval ook het land wat het leidend voorwerp is van onze ontwikkelingssamenwerking er ook op vooruit gaat. Is dat dan niet zo meer? Nou ja, ik denk dat het wel geprobeerd wordt, maar in de praktijk lukt dat gewoon niet altijd. Als je die twee dingen gaat combineren, doen waar we goed in zijn, dan ga je bijvoorbeeld subsidies geven aan Nederlandse bedrijven om te investeren in ontwikkelingslanden. Omdat de argumenten staan, er zijn misschien extra risico's, waardoor die bedrijven dat misschien niet zo zouden doen. Maar dan denk ik, de beste oplossing is om iets aan die risico's daar te doen. Want heb je het over een gelijk speelveld, dan zou je dus niet het Nederlandse bedrijfsleven speciaal moeten bevoordelen ten opzichte van ander bedrijfsleven. Dan zou je dus moeten zorgen dat de situatie in die landen beter wordt, waardoor dan weer alle bedrijven daarop kunnen intekenen en bij voorkeur natuurlijk ook bedrijven in die landen zelf. Maar in dat huwelijk dan tussen. Eigenlijk wil ik vragen, is nou ontwikkelingssamenwerking, is dat in dienst komen te staan van het buitenlandbeleid? Of is het andersom? Wie is nu eigenlijk de bovenliggende partij in dat dwanghuwelijk tussen internationale handel en ontwikkelingssamenwerking? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het zal wel eens een keer samen kunnen gaan, maar ik zie toch echt dat waar Nederland vroeger, wat het beste werkt, hè, dat zei Kees ook al, is dat die landen zelf bepalen wat er moet gebeuren. Dus niet doen waar wij goed in zijn, wat Nederland goed in is, maar dat je vraaggestuurd werkt. Dat je kijkt, wat is daar echt nodig? En er zijn heel veel studies gedaan naar wat is nou effectieve ontwikkelingssamenwerking. En dat is dat je die landen zelf het eigenaarschap geeft van die hulp. Dat je aansluit bij de systemen in die landen. Dus dat je de hulp laat lopen via de overheid in die landen, zodat die systemen versterkt kunnen worden. Er is heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld dat onderwijs, hulp voor onderwijs, heel erg goed is. Nou, dat heeft Nederland helemaal afgeschaft vanuit de overheid dan. Dus alle dingen waarvan bewezen is dat het effectieve ontwikkelingssamenwerking is, dat staat niet meer bovenaan de prioriteitenlijst. En dat hoort bijvoorbeeld ook bij het steunen van mondiale publieke goederen. Klimaat, daar wordt wel iets aan gedaan, maar daar zou meer aan gedaan kunnen worden als we niet zoveel zouden doen aan handel. En hoe wordt er in het buitenland over ons gesproken dan? Over ons, waar is onze oude goede reputatie gebleven? Onze reputatie heeft zeker te lijden gehad. Helaas moet ik zeggen dat we niet het enige land zijn waarbij ontwikkelingssamenwerking wat meer ondergeschikt is geworden aan buitenlands beleid. Nederland is wel heel speciaal dat buitenlands beleid hier vooral handel en economie is. In andere landen zie je een trend een beetje naar dat ontwikkelingssamenwerking weer meer voor politieke en strategische doeleinden wordt gebruikt. En overal, en ook de Europese Unie, is natuurlijk op dit moment, even aansluitend bij het verhaal van Marcel van der Steen, heel veel ontwikkelingssamenwerking wordt gegeven om migratie tegen te gaan. Maar dat kan bijna niet werken, maar dat gebeurt. Ik heb even een kleine aanvulling. Hè. Wij zitten in die, durf ik te zeggen, op die goede manier hoe je goede ontwikkelingssamenwerking pleegt. Wat wij merken is dat er gewoon minder geld beschikbaar is, want het wordt gewoon verdeeld over veel meer andere potjes. Dus vanuit Nederland is er veel minder geld beschikbaar. Gelukkig is ook internationale samenwerking is ook steeds meer internationaal georganiseerd. Dus waar wij een jaar of 10, 15 geleden bijna 80% van onze inkomsten vanuit de Nederlandse samenleving, de Nederlandse overheid, kregen, is dat nu nog maar 25%. Dus onze omzet is gelijk gebleven, maar we halen veel meer geld voor de goede werken internationaal vandaan. Dus Nederland is inderdaad in die zin gewoon een veel minder interessante gidsland. Dat was vroeger Nederland, gidsland. Dat was letterlijk, zo werd dat genoemd. Hè. Als je wil weten hoe je dat moet doen, moet je bij die Hollanders gaan kijken. Die weten hoe dat moet.
Waar komt je geld nu vooral vandaan? Het komt of bij de Europese Unie vandaan, of bij de Wereldbank vandaan, of bij de Global Fund vandaan, of de Bill & Melinda Gates Foundation vandaan, of bij de Zweden vandaan, of bij de Noren vandaan. Dus er zijn nog. Hè, dus in die zin is Nederland een beetje van zijn leidende positie kwijtgeraakt. Ik ben het met je eens. Met name door die nadruk die we zijn gaan leggen op ons eigen belang. Hè, waar wij goed in zijn. En het promoten van ons eigen bedrijfsleven. Met alle voordelen die dat sowieso ook kan hebben. Maar dat zijn geen voordelen die direct merkbaar zijn voor de ziek, zielige, arme, nooddruftige, noodbehoevende mensen over zee. Om maar eens even wat ouderwetse woorden te gebruiken. Ja. Maar Geske, zou je dan een voorstander zijn van een scheiding tussen de twee huwelijkspartners, tussen ontwikkelingssamenwerking en handel? Ja, ik zou gewoon weer een minister voor ontwikkelingssamenwerking willen zien, waarbij de belangen van die landen op de eerste plaats komen. Ja. Ja, inderdaad, internationale solidariteit, daar is ontwikkelingssamenwerking voor bedoeld. Dat we iets aan die hele scheve verdeling in de wereld willen doen. Dat het op dit moment heel erg uitmaakt waar toevallig je wieg staat, hoe je leven eruit gaat zien, om iets aan die scheefheid te doen. Ja. Dat zou voor mij het eerste doel van ontwikkelingssamenwerking moeten zijn. Lijkt me vanzelfsprekend overigens. Ja. Maar mogen we wel voorwaarden nog stellen aan onze ontwikkeling? Ja, dus niet misschien in termen van handelsbelang. Ik kan me voorstellen dat we als Nederland moeite hebben om bijvoorbeeld landen, en dan komen we dadelijk bij jouw dag, maar landen waar de rechtsstaat niet zo fantastisch is, om daar misschien wat voorwaarden aan te stellen. Gebeurt er nog op dat gebied nog wat in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking? Ja, dat doen we zeker wel. En dat vind ik ook wel terecht. Ja, ik bedoel, als je overheden hulp geeft, dan moet je wel een zeker vertrouwen hebben in die overheden. He, inderdaad, het is moeilijk, want als je heel streng bent, dan kun je alleen nog maar hulp geven aan Denemarken. Want in heel veel ontwikkelingslanden is natuurlijk wel iets aan de hand met de rechtsstaat. Maar je moet een zeker vertrouwen hebben dat dat goed zit. En ook dat ze een bepaald beleid voeren, he, waar de armen inderdaad ook wat aan hebben. Dat niet alles in de zakken van de elite terechtkomt. Ja. Dus inderdaad, in dat opzicht, bij de landenkeuze kun je wel enigszins voorwaarden stellen. Ja. Koen, mag ik even terug naar jou inderdaad? Een vraag stellen? Ja, dat mag. Jij benadrukte net heel erg dat steun via de overheid moet lopen. En nou, ik weet weinig van deze discussie, maar de enige wat ik daar wel van weet is dat er juist heel veel vragen over zijn, omdat overheden vaak zeer corrupt zijn en er heel veel gelden in hoofdsteden blijft hangen, wat dan helemaal nergens komt. Ja. Kijk je daar tegenaan? Ik wilde als aanvulling dan wel zeggen, ik bedoel, als je die overheden niet vertrouwt, dan zijn er natuurlijk andere manieren. Hè? Dan zijn er maatschappelijke organisaties waar je geld aan kunt geven. Het is vaak moeilijker om dan hele grote bedragen weg te zetten, hè? Want de organisaties zijn klein of werken regionaal. Maar ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan naar het effect van begrotingssteun. En dat bleek dus wel heel positief te werken. Ik denk ook, het is zo raar. We zeggen in Nederland ook niet dat we zomaar het bedrijfsleven gaan steunen. Ja, soms nu met corona wel. Maar ik wil normaal gesproken laat je de markt een beetje zijn werk doen. Dus als een overheid ontwikkelingssamenwerking geeft aan een ontwikkelingsland, de beste dingen die je dan kunt doen is dingen die de overheid doet. Onderwijs en gezondheidszorg. Ik bedoel, waarom zou je het bedrijfsleven gaan steunen? Ik vind dat altijd een rare kronkel. Dus, begrotingssteun, dat is hulp die direct naar overheden gaat en waarbij overheden dan zelf mogen weten waar ze het aan besteden. Ja. Nou, uit evaluaties blijkt dat echt die overheden dan dat geld gingen besteden. Daar was natuurlijk ook een beleidsdialoog bij, hè? Die donoren zaten er ook wel een beetje bovenop. Er ging inderdaad meer geld naar onderwijs, er ging meer geld naar gezondheidszorg. En dat heeft ook effecten gehad op bijvoorbeeld dingen als kindersterfte of de kwaliteit van het onderwijs in die landen. Dus publieke bronnen, dat is effectief en misschien ook wel rechtvaardig in termen van onze oude doelen met internationale solidariteit. Ja. Koen, heel kort nog even, want we moeten ook nog eventjes naar, we moeten nog naar Dagmar Oudshoorn. Jij kent Europa goed. En Nederland heeft ook in Europa niet de allerbeste reputatie op dit moment, of tenminste bij zuidelijke. Ik ga niet meer naar Griekenland op vakantie, denk ik zomaar. We hebben voor onze steun in de eurocrisis bijvoorbeeld voorwaarden gesteld voor hervormingen, bijvoorbeeld Italië en Griekenland. Is dat een praktijk die effectief is of rechtvaardig? Hoe kijk jij daar tegenaan als beschouwer? Nou, ik kijk daar op een iets andere manier tegenaan. Het gewoon überhaupt wat daar de vraag is.
Ik probeer te kijken naar het verschil tussen de positie van Nederland en de positie van Duitsland. Die verschillen, wij denken altijd dat die dezelfde is, dat is niet waar. Nederland en Duitsland nemen in Europa een totaal verschillende positie in. En ik sympathiseer veel met de Duitse positie en helemaal niet met de Nederlandse positie. Voor Duitsland is nooit meer oorlog altijd een heel centraal thema gebleven. Ja. Als je luistert naar Angela Merkel, we moeten kijken wie dan straks gaat opvolgen, dat wordt heel spannend. Maar ik denk eigenlijk dat heel diep in Duitsland verankerd zit het gevoel dat die ingewikkelde samenwerking waar ik het net over had, van geven en nemen zonder centraal gezag, maar een permanent onderhandelingsspel. En ook al moet de klok af en toe stilgezet worden, toch zorgen dat je er altijd weer uitkomt. En niet Schubert gaan zitten lezen, zal ik maar zeggen. Dat is een enorme bijdrage. En in Duitsland, waar je in de financiële crisis nog zag dat men daar toch voor terugschrok, heeft men dus de afgelopen 10 jaar, na de financiële crisis, bedacht, ja, dat kunnen we niet nog een keer laten gebeuren. En toen dus, dat wisten we dat een keer zou komen, er komt altijd weer een nieuwe crisis. Ja. Heeft men bedacht, we zetten de knop om. En Nederland loopt daarin altijd achter. Ja. Dus ik denk, en ik zou dan graag gewoon het vuile eigenbelang in de streep willen werpen. Mensen, Nederland is een van de grootste profiteurs van de Europese Unie. En ik bedoel niet in dat we de zakken leeghalen, maar het feit dat er een veilige omgeving is waarin wij kunnen opereren. Waarin we eigenlijk weten dat er geen oorlog meer komt in Europa. Bovendien kunnen we geld verdienen. Anderen kunnen ook geld aan ons verdienen, maar wij kunnen geld aan het buitenland verdienen. Prachtig. Ja. Dankjewel. Ik wilde een bruggetje maken van de Duitsers en de manier zoals de Duitsers nu nog die oorlog scherp voor het oog hebben. Eigenlijk is eigenlijk een goed bruggetje naar Amnesty International. Ook vanuit voorwaarden die we af en toe misschien zouden stellen aan de rechtsstaat, moeten we ook bij Amnesty International zijn. Dagmar, hoe gaat het met je? Je zit zo ver weg. Het gaat goed. Ik geniet wel. Ik vind het een interessant gesprek. Al zitten wij in een ander uitgangspunt, omdat wij geen ontwikkelingssamenwerkingorganisatie zijn, maar een mensenrechtenorganisatie. Internationale solidariteit in onze missie en waarde zit, maar op basis van de universele verklaring van de rechten van de mens en alle verdragen die daaruit zijn voortgekomen. En Amnesty is ook minder afhankelijk van overheden. Sterker nog, Amnesty accepteert geen geld van overheden om een onafhankelijke positie te kunnen innemen door onderzoek te doen, door onrecht, mensenrechten schendingen aan de kaak te kunnen stellen. En die internationale solidariteit, wij zijn een beweging. Ja, en maar mag ik even voor proberen te kwalificeren? Ja. Dan wordt het misschien ook duidelijk. Voor Amnesty International zijn de internationale verklaring van de rechten van de mens eigenlijk de bodem. Ja. Dit zijn allemaal eigenlijk politici die naar buiten proberen te komen. Kees die zegt al eigen belang is vuil. Dit is de gematigde politicus die zegt het compromis. En nou, Geske heel duidelijk. Zo, plat. In ieder geval, jullie passen allemaal in het politieke domein eigenlijk. Maar de universele verklaring van de rechten van de mens, dat is eigenlijk apolitiek, toch? Is dat nou de grootste gemene deler van waar we het over eens kunnen zijn, onafhankelijk van inspiratiebronnen? Laat ik in ieder geval zeggen dat de uitgangspunten van Amnesty apolitiek zijn. Of we zo worden beschouwd, daar kun je echt een flinke boom over opzetten. Omdat we heden ten dagen heel vaak wel in een hoek worden neergezet de vriendelijke versie is van linksdenkende, de onvriendelijke versie is van linkse gekken. Dus dat zit er wel aan. Maar het streven is inderdaad om, wij leggen alles ter toetsing zeg maar aan die universele verklaring van de rechten van de mens en de verdragen die eruit zijn voortgekomen. En in principe zijn die apolitiek. Ja. Mensenrechten zijn niet links, mensenrechten zijn niet rechts, die zijn universeel. Dus je hebt ook meer juristen voor je werken dan predikanten en politiek economen en filosofen? Of, Ik heb een heel diverse staf en we zijn een wereldwijde beweging. En ik denk dat er heel veel diversiteit in mensen zit die ervoor opkomen. Het is een professionele organisatie. Dus op het moment dat iemand met een religieuze achtergrond hele goede onderzoeken kan draaien en daar zijn eigen mening uit weggaat, maar het doet op basis van feiten, waarnemingen, goed onderzoek, dan maakt dat niet uit.
Dus, maar dat is wat de richtlijn is. En daar komt uit voort dat we inderdaad ook wel gestart zijn als een beweging. En dat we ook nog steeds zijn. In Nederland, we hebben 250.000 leden. En die internationale solidariteit maakt een onderdeel uit van onze waarden. Maar het maakt ook dat het voor mensen heel erg leeft om mee te kunnen doen, zeg maar. En wat je stem versterkt. En dat gaat van simpele dingen tot een petitie tekenen, tot brieven schrijven, tot actie voeren. Maar je hoeft niet per se een activist te zijn om ook Amnesty te steunen en te dragen en een onderdeel uit te maken van die internationale solidariteit. En een discussie over vaccins gaat bij ons niet over het stuk eigenbelang wat werd beschreven, maar het gaat over het recht op gezondheid. En natuurlijk zijn we niet, hè, van, en als het gaat over de toegang van vluchtelingen enzovoort en de, het Fort Europa wat nu wordt gecreëerd, hebben wij een heleboel verdragen die door al deze partijen zijn ondertekend, die zich eigenlijk niet houden aan de uitgangspunten die ervoor staan. Daarom zijn we soms ook best wel strak in de leer. Omdat alles langs die meetlat gelegd wordt. En soms is het ook wel lastig, want kun je, als het gaat over het recht op gezondheid, als het gaat over het recht op onderwijs, als het gaat over op het moment dat er landen zijn die, waar de mensen hun bestaan heel erg lastig is, ja, kun je die net zo aansprakelijk stellen voor wat ze wel of wat ze niet doen, of wat ze naar eer en geweten wel doen, is diezelfde norm. Dus ook binnen de mensenrechtenbeweging wordt wel gesproken, is zijn die waarden ook niet heel erg westers? Dus ook dat is een discussie. Alleen ze zijn wat we hebben. En zolang we niks beters hebben. Maar is het zo dat die formulering van de rechten, dat een stevige basis is. En dat we vanuit daaruit, zoals Koen zegt, eigenlijk die kring van solidariteit groter kunnen maken? Of ben je in het defensief en moet je met stokken en knuppels Die rechten beschermen, zodat ze niet kleiner worden? Nou ja, dat is de eeuwige uitdaging die wij, en trouwens andere organisaties natuurlijk, die daar ook voor opkomen, hebben. Want er wordt wel degelijk aan die mensenrechten geknabbeld. Er wordt wel degelijk aan de rechtsstaat. Je ziet dat er steeds meer maatregelen komen die rechtsstaat in principe ondermijnen. En dat is niet alleen heel ver weg in wat wij graag bananenrepublieken of regimes noemen, maar dat gebeurt ook in Nederland. Ja. Ik weet de case, we lopen een beetje uit, dus ik spreek eventjes voor. Ik vind de case, die vindt die rechten van de mens, vindt hij maar niks. Tenminste, hij is kritisch daarop in die zin dat, Kees, je mag het in één zin zeggen. Hij zegt het veel te kort door de bocht, hoor. De rechten van de mens zijn universeel en een fundament en van waarde voor heel veel van de dingen die we doen. En ik ben het met je eens dat die onder druk staan. En we hebben het net over de vluchtelingenverhaal in Griekenland gehad. We hebben verdragen over rechten van vluchtelingen. Op dit moment schenden wij in Nederland die rechten. Klopt. Punt klaar uit. En dus in die zin, het stond een paar dagen geleden in de krant, werd het een parallel getrokken tussen de toeslagenaffaire en de manier waarop wij nu met vluchtelingen omgaan. Het is gewoon rechteloos, hè? Ja. Niet conform de afspraken die elkaar. Dus in die zin ben ik er helemaal mee eens. De enige nuance die ik in het voorgesprek met jou heb neergelegd is dat het zijn vaak individuele rechten van de mens. En wat ik nou vaak leer is dat, hoe verhoud je nou de individuele rechten van de mens tot groepsrechten? Hoe verhoud je? Je weet die gesprekken. En in die zin zit er spanning tussen mijn eigen individuele recht op onderwijs en het recht van een gemeenschap om grondstoffen eerlijk te verdelen. Dus het levert ook nog een heleboel discussies en debatten op. Ik denk dat Kees hier... Ik maak me even heel praktisch. Vanuit armoedebestrijding zijn wij nu met West-Afrikaanse boeren en boerinnen bezig om de boontjes van die daar gekweekt worden in Albert Heijn in schappen te krijgen. Hartstikke mooi. Maar hoe verhoudt dat zich nou met de CO2-uitstoot die vliegtuigen uitstoten. Dus hoe verhoudt zich nou het recht op een toekomst en een klimaatneutrale omgeving tot mijn inspanning om die boertjes, die bonen op de markt hier te krijgen? Ja, daar zitten spanningsvelden tussen. Dankjewel, Kees. Dit punt, ik zet het even scherp neer, maar Kees heeft, die zou het liefst eigenlijk de rechten van de mens willen uitbreiden met een soort perspectief van groepsrechten. Klopt, vat ik een gedeelte van je gesprek? Ja.
gedeeld. Ik heb zelfs jarenlang bij de Touareg in Noord-Mali gewerkt. En die zeiden ook, prachtig die rechten, maar het is niet zo. Even haar laten antwoorden. We lopen vreselijk uit de tijd. Het is mijn schuld, maar ik kan katholieken en protestanten nooit afkappen. Kunnen we nu die individuele verklaring van de rechten van de mens uitbreiden met groepsrechten? Of zijn we niet in die positie op dit moment? Nou ja, ik denk dat sowieso... het is begonnen met de universele verklaring van de rechten van de mens. En daar zijn er in de loop van de tijd zijn er meer bijgekomen. De doodstraf bijvoorbeeld zat er in eerste instantie niet in. En later in verdragen is dat er allemaal bijgekomen. Het afstaffen van de doodstraf, ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar je ziet dat daar discussie over is. Maar je ziet ook hoe meer rechten onder druk staan, hoe lastiger het ook wordt om overeenstemming te krijgen over nieuwe toevoegingen. In 1993 zijn de laatste pogingen gedaan en is eigenlijk nog gezegd van nou, we houden ons er nog steeds aan. Hè, een groot gedeelte. Ook niet alle landen. Op het moment dat je lid wil worden van de Verenigde Naties, moet je de universele verklaring ondertekenen en alle de plichten die daarbij horen. Maar dat wil ook niet zeggen dat alle landen die getekend hebben, zich aan die voorwaarden houden. Nou is het universele verklaring van de rechten mens sowieso niet bindend, want dat is niks, het is geen verdrag. Al die dingen die eruit gevolgd zijn, die zijn dat wel. En zelfs daar zie je inderdaad consequent dat mensen zich er niet aan houden of proberen de grenzen op te zoeken of te vergeten dat we ze ook alweer ondertekend hebben, want ja, dat komt ons in die zin beter uit. Bijvoorbeeld voor het Europa, wat alle regels daadwerkelijk overtreedt. En ook het aanspreken van regimes wordt beduidend minder op het moment dat we ze nodig hebben in die vluchtelingencrisis. Kijk naar Turkije, kijk naar Libië. We weten aan de voorkant wat de situatie is waar we mensen aan de pushbacks op de Middellandse Zee van Frontex. Dat wordt onder onze namen allemaal gedaan. Maar we weten dat het tegen de regels is. Dus om op dit moment uitbreidingen en nieuwe dingen toe te voegen, weet ik ook niet of het klimaat daarvoor is. Ik heb daar ernstig mijn twijfels aan als ik al zie hoeveel moeite het kost om die basis gewoon te blijven beschermen. Ja, omdat de verklaring van de rechten van de mens zijn geschreven met, nou, tegen de achtergrond eigenlijk van die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Iets waar de Duitsers veel beter zijn om dat nog voor ogen te krijgen dan wij in Nederland misschien. Is dat te ver uit beeld geraakt dan misschien? Soms denk ik dat wel eens, ja. Mensen lijken te zijn vergeten waarop die mensenrechten, die zijn letterlijk op bloed, zweet en tranen en heel veel doden gebaseerd. Dit nooit weer. En heel vaak zie je, ik ben hiervoor burgemeester geweest en dan stond ik op 4 mei en dan zeggen we met z'n allen dit nooit weer. Maar hoe verder het bij ons vandaan is, hoe minder we die neiging hebben om te zeggen dit nooit weer. En hoe verder het in de tijd gaat, je ziet het op de sociale media, je ziet het, een deel van die solidariteit en het dit nooit meer wordt dus vergeten. En dat is waar die universele rechten op zijn gebaseerd. Ja. En dat is ook waarom Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties ook een waakhondfunctie hebben om daar te blijven doen. Maar niet alleen dat, we proberen ook uit te leren waar komen die rechten nou vandaan en waarom zijn die er. Dus behalve dat we onderzoek doen, onrecht proberen te bestrijden, proberen we ook te laten zien waar die waarden voor staan en waar die rechten voor staan. Dus educatie maakt ook echt een onderdeel uit van dat geheel. Ja, dankjewel. Ik denk dat we eventjes wat politici van buiten naar binnen gaan halen. Tjalling Vonk, Aart van Zevenbergen en René Segers-Hogendoorn. Dank. Jullie hebben deze discussie aanschouwd. Van tevoren had ik al een beetje de vraag gesteld van wat is in jullie politieke stroming eigenlijk de belangrijkste inspiratiebron of motief of kijk op solidariteit. En ik zie dat de confessionelen zijn weer eens in de meerderheid. Bovenaan in beeld zelfs. En aan de bodem zit de Socialistische Partij, Aart van Zevenbergen. Wat is het? Is het nog steeds arbeiders aller landen verenigd u? Of hoe zit solidariteit voor je in elkaar? Dat vraag je mij toch nu, hè? Op dit moment. Ja, Aart van Zevenbergen. Ja, ja. Ja, oké. Nou ja, bij de SP zit solidariteit, ik zeg wel eens, in het DNA van die partij. We zijn werkelijk overal solidair aan. Als de mensen uit het huis worden gezet, dan komen wij voor ze op, we komen voor onderdrukte op. En dat doen we zo binnen de samenleving,
als dus generaties, maar ook internationaal. Want ja, socialisme kan natuurlijk eigenlijk alleen maar internationaal zijn. Als het inderdaad nationaal wordt, dan wordt het eng, hè, nationaal socialisme. Dus het is altijd in de kern internationaal en solidair. Dus het is onze identiteit. En er zit ook eigen belang ook voor iemand te vragen. Jullie hebben ook eigen belang. Ja, natuurlijk hebben we eigen belang, want wij willen zoveel mogelijk invloed krijgen om onze ideeën naar voren te brengen en te bewerkstelligen. Dus hoe moet ik dat begrijpen? Nou, dus eigenlijk de grens van de groep die met wie je solidair wil zijn, met wie de SP solidair wil zijn, is niet nationaal bepaald. Is die klasse bepaald? Of is dat, in principe zijn we wel met onderdrukten. Hè? Zodra iemand onderdrukt wordt, hè, dan, is dat, dan zijn we daar solidair mee. Om die, wat wij geloven in, sterke mensen in zwakke posities. Ja? Als je de positie sterker maakt van iemand, dan wordt die vanzelf ook sterker. En dat is natuurlijk de drijfveer om zoveel mogelijk mensen in sterke positie te krijgen. Nou, dat geldt natuurlijk ook internationaal. Vluchtelingen zitten op dat moment. Ik heb ooit een speech mogen houden in Feyenoord. Nou, Dagmar kent het nog wel. Die mensen, gastarbeiders, dat werden vroeger als sociaal zwakke mensen gezien. Nou, het waren heel sterke mensen. Want het waren ondernemers. Ze ondernamen een hele lange reis. En ze verkochten de laatste koe. En ik kan je respect voor hebben. Hele sterke mensen. Dat zie je nu ook terugkomen. Ja. Ze hebben zich aardig goed in de maatschappij gekregen. Dus sterke mensen in een zwakke positie omhoog op. Dat is het solidariteit zoals de SP dat vaak ziet. En wat viel je op aan deze discussie en aan de vraag van, kun je nou meerdere motieven voor solidariteit naast elkaar handhaven? Meerdere vormen bedoel je? Meerdere motieven. Kan je eigen belang naast een puur moreel... Ja, ik denk dat een mens kan niet anders dan uit eigen belang handelen, want ook al doe je het omdat je erachter staat, dan doe je het al uit eigen belang. Er is niks fout mee. Ik ben niet zo van dat, noem je het, eigen belang is vuil. Nee. Eigen belang als het eigen belang maar niet te anders gaat, snap je? Als het samen gaat en je krijgt er een win-win van, nou oké. Okay. Ja, dankjewel. Als je nog een vraag hebt, dan is dit een goed moment om te stellen. Nou, dan wacht ik nog even. Ja, dan wacht ik nog maar even. Tjalling, welkom. Dankjewel. Ik ben er nog. Ja. Herken je iets? Is eigenbelang vuil vanuit jouw perspectief? Nee, je zegt, herken ik me niet zo in die tegenstelling. Als ik het bijvoorbeeld heel erg persoonlijk maak, dan is solidariteit voor mij persoonlijk ongelooflijk belangrijk. Ik voel het als een roeping, als een opdracht die eigenlijk mijn hele leven stempelt. Dat heeft mij ook naar landen als Zambia, Oeganda en Tanzania gebracht in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het heeft me in Nederland gebracht bij het Leger des Heils om voor te werken. En dat komt vanuit mijn ook vooral christelijke motivatie. Omdat ik geloof dat ik inderdaad mijn broedershoeder ben, om maar even die woorden te gebruiken. En mij ook echt solidair wil weten met mensen die het minder hebben. Dus, maar het is ook mijn eigen belang, want dat werk bijvoorbeeld heeft me heel ver gebracht. Letterlijk en figuurlijk. En dus ik vond het wel mooi wat, voor mij was dat Koen Teulings die dat zei, dat subtiele spel tussen eigen belang en solidariteit, dat herken ik wel. Je doet het oprecht voor een ander, maar je wordt er zelf ook dan uiteindelijk ook rijker van. Soms niet op korte termijn, maar dan zeker op lange termijn. En dat vind ik ook voor de politiek, voor de stad. Ik ben er echt van overtuigd dat solidariteit in een stad, dat dat nodig is, dat het soms ook wel wat kost. Maar dat we daar uiteindelijk echt beter worden als stad. Dus daar wil ik ook echt altijd voor gaan. Dus ik zet die solidariteit heel erg hoog. Maar tegelijkertijd geloof ik ook echt, ben ik van overtuigd, dat het mijn eigen belang niet per se hoeft te schaden. Het kost ons wel wat. Het valt samen als het ware, solidariteit en eigen belang. Het valt voor een heel groot deel samen. Soms dan kost het wat en dan heb je het gevoel van, hey, dit is toch wel iets wat bijna ten koste gaat, of van mezelf of van andere belangen. Maar dan is het toch ook die diepe overtuiging dat uiteindelijk dat ook ten goede keert. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja, dankjewel. René? Ik mag daar ook nog een vraag stellen, want aan Aart van Zeeberg werd die kans geboden. Dus ik neem aan dat ik dan straks ook nog een vraag mag stellen. Jij niet. Nee, ik vraag ook heel netjes. Ja, ga je gang.
Nou, ik zou toch wel een vraag willen stellen, want het kwam heel even over de rechten en de botsende rechten. We hebben ook binnenkort in Rotterdam een discussie over EU-migranten. Er is voor mij deze week een programma gelanceerd vanuit de wethouder. En daarin wordt heel nadrukkelijk gesteld, EU-migranten hebben geen recht op opvang. Terwijl volgens mij dat een mensenrecht is. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat iemand van Amnesty International zegt over het feit dat wij als gemeente Rotterdam zeggen, mensen uit bijvoorbeeld Roemenië of Oost-Europa met name, Polen, die hebben geen recht op opvang, ook niet als ze kwetsbaar zijn. Wat vindt u daar nou van? Nou ja, ik denk sowieso dat het een hele discussie is. Ik ken het programma niet precies. Ik heb een klein stukje gezien waarin wethouder Moti zelf aangaf dat ze over de grenzen van de wet heen aan het denken waren. Dus ik denk dat dat sowieso al een letopje is. Maar als het gaat over het recht op opvang, ik denk dat je in meerdere steden, als het gaat over bijvoorbeeld de ongedocumenteerden, als het gaat over uitbuiting van arbeidsmigranten, als het gaat over wonen, dat je ook gewoon rekening moet houden met de wetgeving die hier aan de hand is. Op het moment dat mensen hier in Europa mogen werken, mag je ze niet anders behandelen. En dat moet het uitgangspunt zijn. Op het moment dat je dat dus wel al gaat doen, dan ga je dus al volgens mij tegen alle afspraken in die er zijn. Want ze hebben het recht om hier te komen werken binnen Europa. Dus zouden ze gelijk behandeld moeten worden. En dan is het juist een letopje. En dat zien we ook, even los van of dat typisch een Amnesty-onderwerp is. Zie je dat ook met het minder betalen van arbeidsmigranten. Als het gaat over de werktijden enzovoorts. Daar zijn richtlijnen voor. En daar hoort men zich aan te houden. En dat geldt dus denk ik ook voor een stad als Rotterdam. Maar over de precieze plannen kan ik geen mening geven. Dit is de algemene eerste dingen die ik kan antwoorden. Ja, is dat bevredigend? Ja, prima, dankjewel. Ik kan geen graag een stokje over aan René. Dank. René Segers Hogendoorn. Hi. Welkom. Dank. In Arminius. Dezelfde vraag eigenlijk. Hoe kijk je tegen deze discussie aan? Dus, hoe precies moet je zijn in die motieven en verdragen zich naar elkaar? Ja. En hoe zit dat voor het CDA? Nou, laat ik het antwoord namens het CDA, voor als het gaat over solidariteit, is heel simpel. Het is een van de vier grondbeginselen van het CDA. Punt. Zeg maar gerust 25% van onze drijfveer. En voor mij persoonlijk is het zo'n beetje 100%, want ik ben zelf CDA en politiek actief geworden op het moment dat Angela Merkel "Wir schaffen das" zei. Dat was voor mij het moment om voor eens en voor altijd christendemocraat te noemen. En dat is omdat ik vond dat was eigenlijk, in die uitspraak zat alles. Dus daar zat leiderschap in. Dus durven zeggen iets wat een niet popular opinion was en wat daar ook op enorm veel kritiek is komen te staan en wat ook een heel groot risico in haar eigen land was. Maar zij deed het vanuit haar diepe overtuiging dat het humanitaire aspect absoluut op één moest staan. Dat het daarover gaat. En dat is het moment geweest voor mij persoonlijk om ook christendemocraat te worden. En dus gaat me dit zeer na aan het hart. En volgens mij, als ik meteen door mag naar wat volgens mij een van de belangrijke punten is, waardoor we ook die solidariteit, zoals volgens mij Koen Teulings zijn, steeds meer gaan definiëren in eigen kring. Volgens mij waren dat zijn woorden. Nou, dat is volgens mij iets wat politici over het algemeen alleen maar erger maken. Die tegenstelling van dat het inderdaad over eigen belang zou gaan, terwijl dat het volgens mij totaal geen tegenstelling is, is wat politici erger maken. En ik geef daar één voorbeeld bij. Als een Nederlandse premier voor die raadzaal waar die de Europese Commissie waar die met de Europese leiders gaat praten over wat ze dan gaan organiseren, als die dan zegt dit en dit en dit ga ik er voor het Nederlandse belang uithalen, dan is het en onwaar, want hij weet helemaal niet of hij dat kan doen, en het maakt de kloof alleen maar groter, want hij moet het eerlijke verhaal vertellen dat we daar zijn omdat we inderdaad met elkaar in Europa solidair willen zijn. Dus dat gaat helemaal niet over het belang van dat land. En zo, hoe vaker politici dit zeggen om een soort van onderbuik van het land volgens mij tevreden te stellen, hoe groter de kloof, hoe groter de tegenstelling en hoe minder solidariteit.
Maar en hoe kijk je dan naar de grondslag binnen het CDA over hoe wij naar internationale solidariteit kijken? Of tenminste, we hebben dat toch een beetje een moeizame relatie daarmee. De ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd nu eigenlijk op eigen belang. En nou ja, dat we twee Grieken, twee vluchtelingen uit Moria hebben kunnen halen, is toch ook niet echt een succesverhaal? Het is een schande. Ik vind het niet minder dan een schande. Dus ons eigen systeem werkt niet. En daar moeten tienduizenden en tienduizenden mensen echt heel erg slachtoffer van worden. Dat is een schande. En het komt volgens mij doordat wij zelf we zijn een soort van leven gaan maken waarbij we maximale vrijheid willen en maximale toedekken van risico's. Dat gaat niet samen, maar dat willen we wel. En we denken dus vanuit het risico van als die mensen binnenkomen, dan zitten daar potentiële jihadisten bij die een bom in een metrostation leggen. Terwijl dat we uit moeten gaan van het menselijke aspect dat deze mensen op de vlucht zijn. Ja. En dat je het risico daarbij op de koop toeneemt. Het moet andersom, het moet worden omgedraaid. De morele plicht eerst en het risico tweede. Absoluut. Oké, nou, dankjewel. Lauren Verbrug, zijn er kijkersvragen? Ja, die zijn er zeker. Ik heb er een aantal. Zoals Janneke, die vraagt, gelooft Geske Dijkstra dat er ook bedrijven zijn die echt alleen maar willen helpen, omdat ze rijk genoeg zijn en dat ze ook... En ook dat ook zijn geworden over de rug van arme mensen en iets terug willen doen? Of moet je bedrijven altijd wantrouwen? Ik kan gelijk antwoorden of komen er eerst... Ja hoor, nee, ja, ik kan... Ja, dat is ingewikkeld. Ik zou bedrijven niet direct wantrouwen. Maar ik denk wel dat bij bedrijven in het algemeen de winst op de eerste plaats zal staan. Of zelfs de aandeelhouderswaarde. En dus dat staat voorop. Maar natuurlijk zijn er tegenwoordig heel veel bedrijven die ook doen aan corporate social responsibility, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ik blijf in het achterhoofd houden dat winst op de eerste plaats staat, zou ik zeggen. Ja. Dan hebben we de volgende vraag van Kees. Is het wel eens voorgekomen dat Kees Zevenbergen een groep mensen in nood niet wilde of kon helpen omdat hun leefwijze in kritiek of in conflict is met de christelijke waarden die bij Cordate leidend zijn? Het antwoord erop is categorisch nee, is nog niet voorgekomen. Mensen in nood, mensen in verdrukking verdienen steun, verdienen een schild voor hen. Als het nodig is, tegen lokale overheden in. Nog nooit voorgekomen. Moet ook niet gebeuren ook. Goed om te horen, denk ik. Mooi zo. En een vraag voor iedereen van Monique is: als de sprekers morgen één vraag aan demissionair president Rutte mogen stellen, welke vraag zou dat zijn? Nou ja, ik heb net al een beetje aangegeven wat ik denk dat eigenlijk voor de Nederlandse positie toch wel heel erg belangrijk is. Ik zou graag willen dat Rutte op een andere manier naar Europa gaat kijken. Dat is veel dichterbij dan Moria of veel dichterbij dan Touaregs in Mali. Maar ik denk wel dat dat voor Nederland heel erg belangrijk is. Gewoon dat wij niet alleen maar iedere keer met een telraampje zitten te kijken naar Nederland. Maar dat er van Rutte een visie uitgaat die in ieder geval op dat punt de kring van solidariteit wat groter maakt. Veel groter dan eigenlijk. Dagmar? Ik weet niet of ik tot één vraag kan beperken, want ik heb er zoveel aan hem. Ik denk dat de belangrijkste vraag is van hoe hij erover denkt dat Nederland de positie die ze hadden als progressief land, wat opkwam voor mensenrechten, voor mensen in de problemen, met ontwikkelingssamenwerking, dat we die positie kwijt zijn en hoe hij daar tegenaan kijkt. Dankjewel. Geske? Ja, in het verlengde daarvan, ik ben het al met allebei de sprekers eens, maar ik zou ook zeggen, ja, weer een minister voor ontwikkelingssamenwerking en inderdaad ook veel meer opkomen voor migranten. Hè, niet alleen maar te zien als een probleem, maar proberen te helpen oplossen. Kees? Om nog even een bruggetje te slaan naar dat spanningsveld tussen internationale solidariteit enerzijds en eigenbelang anderzijds. Zou mijn vraag aan de demissionaire premier zijn of hij bereid is in het kader van internationale solidariteit ook pijn te lijden
echt, als het erop aankomt, betekent internationale solidariteit dat wij schatkistpijn gaan voelen. Dat wij consumentenpijn gaan voelen. Dat we onze productieprocessen moeten herzien. Dus is hij bereid te accepteren dat solidariteit pijn oplevert? Goeie vraag, dankjewel. Dankjewel, Lauren. Dan gaan we naar een afsluiting. We hebben nu 3 edities gehad van solidariteit hier in Arminius. En die werden altijd afgesloten met een super troubadour, Flip Norman. Die zou hier vandaag ook staan. Hij begon daar in de hoek te spelen 2 maanden geleden het solidariteitslied van Brecht. En bij intergenerationele solidariteit heeft hij een eigen lied gecomponeerd. Vandaag zou hij hier zijn, maar zijn vriendin was vandaag positief getest op corona. En hij had met haar gezoend, dus hij is thuis gebleven. Hij heeft een filmpje, nog niet nu hoor, maar hij heeft een filmpje ingestuurd als een soort zoethoudertje voor ons. Maar voordat ik jullie ga bedanken, ga ik een heel klein beetje een eind eraan breiden. Rafelrandjes, afhechten heette het, hè, toch, in het Ollongren document. Want in 3 sessies hebben we de fundamenten onder solidariteit bestudeerd en geproblematiseerd vooral. Vooral vanuit dat idee dat die oplossingen dus niet meer werken. We hebben het niet over oplossingen gehad, een heel klein beetje, hier, zo hier en daar. Misschien de vraag aan Rutte of Cenk Willink zijn ook een beetje sturend al. Maar we hebben het gehad over hoe verschillende grondslagen leiden tot verschillende uitkomsten. En we kunnen wel stellen dat het argument van eigenbelang vaak toch solidariteit evenveel schade heeft berokkend als dat het heeft geholpen. En de bijstand bijvoorbeeld, die op wederkerigheid is gestoeld, die is volgens Trudy Knijn, gast in de eerste editie, onderzoeker samen met Evelien Tonkes, hebben die een hele prachtige publicatie geschreven over streng maar onrechtvaardig. Nou, volgens haar is de bijstand onherstelbaar beschadigd. We moeten het niet eens meer oplappen, we moeten er gewoon opnieuw beginnen. Toen we intergenerationele solidariteit bespraken, bleek vooral dat we geen houvast vonden om de verhouding tussen generaties vorm te geven. Er was, wederkerigheid werkt en zoiets niet. We zitten een beetje vast in gepraat over kansengelijkheid en individuele vrijheid. Maar, en ook die grens van dat wij en dat zij was meer moeilijk te trekken, omdat die generaties niet dezelfde taal spraken, niet dezelfde politieke strategie hadden. En eigenlijk, daar kwam uit dat we een nieuw gesprek zouden moeten gaan voeren over het goede leven. Hè? Van waartoe nu al die gelijkheid of waartoe die vrijheid en niet alleen maar over vrijheid zelf. Nou hier, dit was een woeste editie met voorgestelde echtscheidingen, vuil eigenbelang en het redelijke compromis natuurlijk. We komen er dus niet zomaar uit of verschillende motieven zich naast elkaar of dat zich goed verdragen. Maar ik denk wel dat het nog een dure plicht is om dit eventjes verder te blijven problematiseren en niet meteen meer naar labmiddelen te zoeken. En ik hoop dat jullie daar in de toekomst ook aan willen meewerken. Maar voorlopig is dit het einde. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, Dagmar, Geske, Koen en Kees. Dank aan de politici thuis. Dank jullie aan de andere kant van het beeldscherm. We missen jullie. Hoop jullie dadelijk weer na corona weer terug te zien. En dan sluit Flip Norman af met een klein filmpje. Lieve kijkers, naar het debat over internationale solidariteit in de Arminiuskerk. Ik zou eigenlijk live in de Arminiuskerk aanwezig zijn, zodat u mij live streamend in de huiskamer kon bezichtigen. Natuurlijk wegens corona. En wegens corona kan ik zelfs dat nu niet doen, want mijn vriendin bleek net positief getest. Dus ik zit hier in quarantaine thuis. Ik had wel een liedje hier speciaal voor geschreven, dus ik dacht, ik maak een opnametje. Een iets kortere versie dan het is, maar u zult
een volledige versie en een iets betere geluidskwaliteit nog van me te goed houden. Oké. Drink op de vrijheid, op het volk, op het land, op het vlees, op de botten van de mindere man. Ik zag Moria branden, maar wat wil ik doen? The mother of bombs betaalt mijn pensioen. Ik zag een oude visser die met een roestig scherp schoot op de visquota ruiters van de industriële vloot. Ik zag een monster marionet die zijn touwtjes teruggaf, die naast zijn olie werd begraven in ons schone massagraf met een half miljoen lijven die we vrijheid hebben gebracht. Collateral damage voor een handelscontract. En we drinken op de vrijheid, op het volk, op het land, op het vlees, op de botten van de mindere man. Ik zag diplomaten praten met een roestvrij stalen lach. Hoe het klinkt verontrustend, maar we wachten even af wat het commissiecollege van de werkgroep bevindt. Bewaar je zorgen tot morgen en tel uit je winst. We zijn uit de lucht. Dank jullie wel. Hartelijk dank. Ja, wat leuk, Nissan.